Goedemorgen, gemeente. Fijn dat u er bent. En van harte welkom in deze Terpzerke op zondag 3 oktober. Ook welkom de gasten in ons midden en de mensen die de dienst beluisteren op een ander moment. Voorganger is mevrouw De Vries uit Ureterp. Organist is Sietse Kraak. Er is vandaag JKC. Namens de kerkraad zijn er nog de volgende mededelingen. Volgende week, 10 oktober, is er weer dienst in deze kerk. Dominee Mook uit Sneek hoopt dan voor te gaan. De dienst begint dan om 11 uur. U kunt dus nog even uitslapen volgende week. De dienst begint om 11 uur. De collecte is vandaag voor de diaconie en de kerk. De extra deurcollecte is voor PKN, Kerk en Israël. En deze worden gehouden na afloop van de dienst, bij de uitgang. De bloemengroet van deze dienst gaat naar de heer Christian Haanstra, Kleersterwei 11 in Nes. Er heeft zich inmiddels al iemand gemeld om de bloemen namens de gemeente te bezorgen. Na deze dienst staat de koffie en de thee klaar in de lanterne. U bent van harte welkom. De kerkenraad wenst ons allen een goede en gezegende dienst toe. We beginnen de dienst met het staande zingen van het lied 121, 1, 2, 3 en 4. Thank you.
Even check. Ja, nou doet hij het. Nou lag het aan mij, denk ik. Ja. Sommige toespraken onthoud je uit duizenden. Ook de effecten, zoals bij de speech van Donald Trump, met als gevolg de bestorming van het Capitool. Maar ook wel die speech van Greta Thunberg uit Zweden aan wereldleiders met de oproep of met de uitspraak How dare you? U en jij weet het vast nog wel. En vandaag staat de toespraak van Jezus centraal. De bergreden, oftewel de zaligsprekingen, zo worden ze ook wel genoemd. 2000 jaar geleden. En de vraag is, wat kunnen wij daar vandaag de dag nog mee? En daar gaan we het dan vanochtend ook over hebben. Maar laten we eerst samen met elkaar bidden. Trouwe God, we danken u dat u ons als gemeente samenbrengt. We hebben een week geleefd, we zijn naar school gegaan, we hebben gewerkt, we hebben gegeten en gedronken, gepraat, gezwegen, soms ruzie gemaakt. We werden vaak omringd door mensen, of we waren veel alleen. We maakten mooie dingen mee, of er was juist verdriet, omdat een ziekte ons verlamt, omdat we zorgen hebben over een echtgenoot, een kind, moeder of vriendin. Heer, dit is ons leven en op zondag komen wij weer bij elkaar. U brengt ons samen als uw gezin om u te danken en te aanbidden, te danken voor troost en bescherming en te vragen voor nieuwe kracht. Laat uw aangezicht over ons lichten. Amen. En we gaan samen zingen, Heer, ik kom tot u, vers 1, 2, 3 en 4. Ik heb begrepen dat nu het moment is voor de JKC om naar hun eigen plek te gaan.
Ze zitten allemaal boven natuurlijk. De laatste gaat de trap af. Laten wij samen bidden. Bidden bij de opening van het woord. Stem van God, die oren opent om zijn roepen te verstaan. Geest van God, die harten opent dat de liefde in kan gaan. Vuur van God, die onze lauwheid doet ontvonken en doorgloeit. Kom, vervul ons steeds intenser, tot ons antwoord openbloeit. Amen. Nienke Bergsma, lector, zal lezen uit Psalm 72, de versen 1 tot en met 7 en 16 tot en met 19... En Psalm 72 is een gebed voor de koning. En in deze psalm lezen we het verlangen van een koning die goed is voor de mensen. Een koning van de vrede. Een eerlijke rechter. God, laat er overal vrede zijn. God, help de koning. Help hem om een goede heerser te zijn, net zo rechtvaardig als u. Help hem om een eerlijke rechter te zijn, een goede leider van uw trouwe volk. Laat er overal vrede zijn, op alle bergen, op alle heuvels. God, help de koning. Help hem om goed te zijn voor arme mensen, voor mensen zonder macht. Zorg dat hij hun onderdrukkers doodt. Laat de koning heel lang leven, zolang als de zon en de maan bestaan. Zolang als er mensen op aarde zijn. Zorg dat hij goed is voor mensen, zoals regen goed is voor droog land. Laat het goed gaan met eerlijke mensen, zolang als de koning regeert. Laat er overal vrede zijn, zolang als de maan bestaat. Overal zal koren groeien, zelfs boven op de bergen. Het rijpe koren bedekt het hele land, zoals bossen de Libanonbergen bedekken. En iedereen zal leven in vrede en geluk. De koning zal altijd machtig zijn, zolang als de zon bestaat. En iedereen zal dat weten. Alle volken eren de koning. Ze willen net zo gelukkig worden als hij. Dat wensen ze elkaar toe. Laat iedereen God danken. Laat iedereen God danken. Hij is de Heer, de God van Israël. Hij doet wonderen, hij alleen. Laat iedereen hem altijd danken, want hij is machtig. Laat God over de hele aarde heersen. Amen, amen. We zingen samen lied 150, Loof je God, in het Fries, vers 1 en 2.
Nienke zal ik voor u de bergreden lezen, Matthäus 5, versen 1 tot en met 10. En aansluitend zingen we samen lied 670. Kom, Schepper God, o Heilige Geest. Toen hij de mensenmassa zag, ging hij de berg op. Daar ging hij zitten met zijn leerlingen om zich heen. Hij nam het woord en onderrichtte hen. Gelukkig wie nederig van hart zijn, want voor hen is het koninkrijk van de hemel. Gelukkig de treurenden, want zij zullen getroost worden. Gelukkig de zachtmoedigen, want zij zullen het land bezitten. Gelukkig wie hongeren en dorsten naar gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Gelukkig de barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid ondervinden. Gelukkig wie zuiver van hart zijn, want zij zullen God zien. Gelukkig de vredestichters, want zij zullen kinderen van God genoemd worden. Gelukkig wie vanwege de gerechtigheid vervolgd worden, want voor hen is het koninkrijk van de hemel. Na de overdenking luisteren we aansluitend naar Heer, wijs mij uw weg. Geliefde broeders en zusters van onze Heer Jezus Christus. I have a dream. De eerste zin van de toespraak van dominee Martin Luther King. Het was zijn droom van vrede voor alle mensen. En in Psalm 72 lazen we dat ook over een droom. Overal zal koren bloeien, zelfs op de bergen. En Greta Thunberg, een Zweedse activiste, waar ik het in de inleiding al heel even over had, heeft ook een droom. Een toekomst voor iedereen in een goed klimaat. Geen luchtvervuiling, noem maar op. En Jezus had ook zo'n droom. En deze reden, deze toespraak al lang geleden gehouden door Jezus en nog steeds van toepassing op ons. En Matthäus en Lucas hebben dat voor ons opgetekend. In Lucas 6
kun je lezen dat de zaligsprekingen maar 4 zijn. En bij Matthäus zijn het 8. Dat heeft er altijd mee te maken dat elke evangelist zijn eigen invalshoek kiest. En bij Matthäus is dat vooral de vergelijking tussen het hemelrijk en het rijk Israël. En Lucas is meer gericht op de heidenen, op de niet-Joden. En als je die twee teksten vergelijkt, kun je dat ook bijvoorbeeld zien aan de plaats waar het plaatsvindt. Matthäus, een Joodse schriftgeleerde, die haakt aan bij de geschiedenis van Mozes. En Mozes ontving de Tora op een berg. En Lucas kent deze achtergrond niet en laat daarom ook Jezus spreken op een vlakke plaats. Deze zaligsprekingen die we net hebben gehoord zijn een onderdeel van de bergrede en zijn beschreven in de hoofdstukken 5, 6 en 7 van Matthäus. En ook het Onze Vader is daar een onderdeel van. Het geeft vooral ook de woorden neer van Jezus. En in de twee hoofdstukken die volgen worden meer de daden van Jezus beschreven. Om vervolgens in hoofdstuk 10 de leerlingen zelf uit te zenden, zodat die het nu zelf ook mogen gaan doen. Maar tegen wie heeft hij het eigenlijk? Tegen wie heeft Jezus het in deze zaligsprekingen? En wie mogen zich ook rekenen of behoren tot het komende rijk? Het koninkrijk van God of de koninkrijk van de hemelen, zoals Matthäus het noemt. Als het goed is, heeft u daar een klein kaartje van gekregen. Er staan dus 8 zaligsprekingen op. En ik loop eerst de eerste 4 met u door. Die horen ook bij elkaar. Gezegend de mensen die nederig van hart zijn. Oftewel ook wel de armen van geest genoemd in de andere vertalingen. Maar de eigenlijke betekenis van nederig van hart of arm van geest, dat is in het Grieks ptogos. En dat betekent bedelaar. Dus hiermee wordt bedoeld de bedelaars. De bedelaars die altijd hulp nodig hebben. En dan natuurlijk in dit verband natuurlijk ook in geestelijk opzicht. Maar het gaat hier dus om een houding van nederigheid en afhankelijkheid. En het opzien naar God. Het ook alles verwachten van God. En Gods rijk is dus geen beloning voor de sterken, maar een aalmoes voor de bedelaars. Het gaat hier dus niet om een specifieke sociale laag van de bevolking, maar het gaat om een levenshouding, om een instelling. Verbroken en verbrijzeld van hart en geest, die van zichzelf niets meer verwachten, maar totaal afhankelijk, zich totaal afhankelijk weten. En wij staan als het ware als een bedelaar voor God. En we weten ons afhankelijk van zijn hulp. Zoals die bloedvloeiende vrouw die de mantel van Jezus net even aanraakt. Maar daar wel alles aan en in verwacht. En Jezus Christus was zelf ook de arme van geest. Omdat hij zich ook afhankelijk wist van God zijn Vader. En dan gezegend de treurenden. Dat zijn de mensen die treuren over wat ze zien in de wereld. Aan onrecht, aan geweld, aan armoede, aan ziekte. Misschien wel over de verdeeldheid tussen christenen. Maar deze mensen zijn vooral bedroefd over de macht van de boze in de wereld. Over verdrukking en overheersing. Net zoals Martin Luther King en Greta Thunberg. En hier wordt wel een ander woord gebruikt dan als het gaat over verdriet van, over het verlies van een dierbare. Dat wordt hier niet in eerste instantie gebruikt.
Al kan ik me ook voorstellen dat Jezus gezegd zou hebben: gezegend degene die iemand ook verliest en daarom rouwt. En dan de zachtmoedigen. Dat zijn zij die liever onrecht lijden dan voor hun eigen recht opkomen. Jezus zelf was immers ook zo zachtmoedig. En zij zijn het ook die zullen heersen over de aarde. Het gaat hier dus om een vriendelijk leven, zonder drang zich te laten gelden. In onze praktijk gaat het toch vaak over het recht van de sterkste, de slimste. Maar Jezus belooft de aarde echter aan de vriendelijken, die hun naasten geen kwaad doen. Zij zullen de wereld niet veroveren, maar wel erven. En hier gaat het dus om onze naaste lief te hebben, zoals Jezus ons ook heeft lief gehad. En dan de hongerigen en de dorstigen naar gerechtigheid. Intens verlangen ook van mensen naar een wereld die er nu nog niet is, maar die wel komt als hij gaat regeren. Het zijn ook wel aparte woorden, want het gaat hier juist om een tekort. Honger en dorst, die worden weggenomen. Maar we zullen uiteindelijk wel verzadigd worden. En Jezus spreekt hen dus zalig die beseffen dat ze zelf tekort schieten. En zo kun je zien dat die eerste vier versen gaan over gerechtigheid. Maar vooral ook over een houding, een attitude die verlangt naar vrede en naar eerlijkheid en naar rechtvaardigheid. Eigenlijk is het niet zozeer een regel of een voorschrift wat we hebben gelezen, maar het gaat voornamelijk om een levenshouding. En juist omdat er hier iets ontbreekt, is er sprake van een tekort en een gebrek. En juist deze mensen worden zalig gesproken, gezegend. En daar zit ook iets paradoxaals in. Je hebt iets niet, je mist iets en toch word je gezegend. Om die totale overgave, je totaal afhankelijk weten van die ene. En naar hem gaat die hoop uit. En op die manier kunnen we ook het koninkrijk van de hemelen beërven en ervaren. En geluk is dus het geschenk van God voor wie naar zijn koninkrijk verlangt. In die overgave, in dat verlangen, kun je dat geluk ervaren. Als we dan kijken naar de volgende drie zinnen. Gezegend de mensen die barmhartig zijn, die zuiver zijn van hart en de mensen die vrede brengen. Daar gaat het over een bepaalde gezindheid, een bepaalde karaktertrekken, zou je kunnen zeggen. Barmhartigen die barmhartigheid ook tonen. En wie dat kan in deze wereld, die zal zelf ook die kostbaarheid ervaren. En we weten natuurlijk dat onze Heer Jezus Christus zelf de ware barmhartige was. En dan degene zuiver van hart die beantwoorden aan Gods heiligheid. God alleen is volmaakt en rein. En dat werd ook zichtbaar in het leven van Jezus. En een mens met een rein hart heeft geen verkeerde motieven. Hij of zij wil alles wat goed is. En de belofte is dat zij ook God mogen zien. Dat zij mogen leven in de gemeenschap met hem. En dan de vredestichters die mogen lijken op Jezus zelf, onze vredevorst. En zij zetten zich in voor de vrede, net zoals Jezus deed.
Zij worden kinderen van God genoemd. En ze worden ook erkend in hun relatie tot God. Net zoals een zoon of een dochter ook wil zeggen als hij de kenmerken van zijn vader of zijn moeder vertoont. Want een goede zoon lijkt op zijn vader. En als vredestichters zijn wij als gelovigen beelddragers van de Vader in de hemel. En hierbij gaat het dan ook om verzoening. Verzoening, misschien wel met onszelf, maar ook wel met onze vijanden. Mensen die we niet zo mogen of die ons onrecht hebben aangedaan. En deze drie eigenschappen zou je eigenlijk ook wel de vruchten van de geest kunnen noemen. En natuurlijk zijn er 9 vruchten van de geest, maar deze vallen daaronder. Dus de Heilige Geest hebben we hier ook hard bij nodig. Nog even kijken naar het Koninkrijk van de Hemelen, zoals Matthäus dat noemt. En hij noemt het niet Koninkrijk van God, omdat hij natuurlijk als Jood de Godsnaam niet wil uitspreken. En daarom spreekt hij ook van het Koninkrijk van de Hemelen. En de hemel is de ruimte waar God is. En waar de volle werkelijkheid bestaat, dichtbij en verbonden met ons dagelijks leven. En op een dag zullen hemel en aarde met elkaar verbonden worden. En zo nu en dan mogen we daar wel iets van merken. Kleine lichtjes van zijn koninkrijk, ook hier in ons eigen leven. En ook zoals we bidden in het Onze Vader, uw koninkrijk komen. Maar de vraag is natuurlijk ook, welke keuze maken wij? Want geluk wil iedereen. Maar je vrijheid of je autonomie opgeven staat haaks op ons moderne levensgevoel. Want willen we ook nederig van hart zijn? Afhankelijk zijn van God? Alles van Hem verwachten? Want wie arm van geest is, die leeft niet voor de wereldse rijkdom. En die zet zijn hart ook niet op bezit. En toch kun je ook in deze wereld rijk zijn en tegelijk arm van geest. Want dan weersta je de beproeving om hoogmoedig te worden en om op je bezit te vertrouwen. Maar goed, u en ik weten ook best dat dat een hele opgave is, een hele uitdaging. Willen wij daaraan? Want juist eigenlijk alles wat in onze samenleving en onze maatschappij zo belangrijk is, dat is voor Jezus niet belangrijk. Het gaat niet om de status of aanzien, of over macht of over geld, of over ons eigen recht te laten gelden. En als je dat zo hoort, dan is het ook niet echt gemakkelijk. Dat vind ik ook niet. Het lijkt zo veel eisend, maar toch. En dan ook nog onrecht lijden, vervolgd worden. Ik denk eerlijk gezegd dat wij misschien niet eens echt weten wat dat is. En ik denk ook eerlijk gezegd dat we allemaal liever een blokje omlopen daarvoor. Maar toch. God belooft ons wel het koninkrijk van de hemel. En ik zou u willen vragen voor misschien de komende week of de komende tijd, om eens een paar uitspraken uit deze bergrede, 1 of 2, misschien 3, om die eruit te pakken en die een week lang met je mee te dragen. Jezus dwingt je nergens toe, maar nodigt je wel uit, alhoewel het niet vrijblijvend is. Maar wie de keuze voor hem en zijn koninkrijk maakt,
die zegt toe wat hij heeft beloofd in deze zaligsprekingen. Dat moet toch wel het volmaakte geluk zijn. Het wijst ons de weg om in te gaan in Gods rijk. En we kunnen daarbij de Heilige Geest ook vragen. We kunnen bidden om de Heilige Geest, om ons ook daarbij te helpen. Om vriendelijk te zijn, om zachtmoedig. Om te streven naar vrede, waar dan ook. En eigenlijk zou het best wel mooi zijn om na een tijdje eens terug te kijken van, heb ik dat ook ervaren? Of misschien kunt u het nog eens met elkaar delen, als u elkaar weer eens tegenkomt of ontmoet. Het is in ieder geval een stukje geluk, ja, wat anders is als anders. Een klein lichtje mogen we dan ervaren van zijn koninkrijk. En het zijn dus niet alleen onvoorwaardelijke troostwoorden, maar het zijn voorwaardelijke beloften die we hebben gelezen. Wegwijzers naar de zaligheid. Kortom, leren leven in de geest van Jezus. En alles komt samen in die ene zin. I have a dream. En dit verhaaltje over het land van vrede. Een koning zond twee dienaren uit met de opdracht: controleer mijn land en zie of er nog vrede is. De eerste dienaar kwam vlug terug en zei: majesteit, uw land is een land van vrede. Nergens heb ik wapens gevonden, nergens zijn er rebellen. Overal is er orde en regelmaat. U kunt rustig slapen. Maar de tweede dienaar kwam niet terug. In het begin was de koning ongerust. Later werd de dienaar met een standbeeld vergeten. Maar jaren later werd de koning midden in de nacht uit zijn bed gehaald. Tot zijn verbazing stond daar zijn dienaar, van wie hij dacht dat hij dood was. Sire, uw andere dienaar heeft gekeken of er nergens oorlog was. Maar ik ben rondgegaan om te zien of er vrede was. En vrede heb ik nergens gevonden. Ik heb gesproken met zieken en bedelaars, met arme boeven, met weduwen en wezen. Ik moet je zeggen, de vrede moet nog gemaakt worden. Daarom, sire, ben ik zo laat. Amen.
niet? Ja, daar is die weer, mooi. Laten we samen danken en bidden. En ik heb begrepen, zo net even in de consistorie, dat het niet goed ging met Grietje Otten, dus we zullen ook voor haar bidden. Laten we bidden. Trouwe Vader, goede God, we willen u danken. Danken voor uw zaligsprekingen, de bergrede, zodat we weten wat we kunnen doen, Heer. Hoe we het kunnen doen, zodat we geluk mogen ervaren, uw koninkrijk. We zijn we dankbaar, Heer, voor uw Bijbel, voor uw mooie woorden, die ons op weg helpen. Om te zijn zoals u ons heeft voorgedaan, hoe moeilijk dat ook is, Heer. En we weten ook dat we in die genade ook altijd bij u komen mogen. Dat er vergeving is van onze zonden, omdat u voor ons gestorven bent en weer bent opgestaan. Zodat wij in die vrijheid mogen leven, Heer. Dank u wel daarvoor. En Heer, we danken u ook voor alle mensen die hunkeren naar vrede en gerechtigheid. En die zichzelf daarvoor opzij zetten. Die verlangen naar een goede toekomst voor onze kinderen, onze kleinkinderen. Ook voor een leefbare aarde, Heer. Een goed klimaat, gezond. En Heer, we bidden dan ook vanochtend voor de armen, de zieken, de gebrokenen en de kwetsbaren onder ons. Wees met hen, met uw troost en uw kracht. En in het bijzonder bidden we voor Grietje Otten uit deze gemeente. Wilt u met haar meegaan? Wilt u bij haar zijn met uw nabijheid en met uw liefde, Heer? En Heer, zo bidden we voor dichtbij, maar ook voor veraf, voor de vluchtelingen die op zoek zijn naar veiligheid, naar eten en drinken, een huis. Laat ons gastvrij zijn, daar waar we kunnen en daar waar we ook kunnen delen. En we bidden, Heer, er is zoveel voor te bidden, maar ook voor een eerlijke verdeling, voor de vaccins in deze coronatijd. We zijn ook dankbaar, Heer, dat we al een klein beetje achter ons hebben kunnen laten. En dat we elkaar weer mogen ontmoeten. Heer, wat is dat dan toch ook weer bijzonder. En we bidden ook voor Afghanistan. Dat het daar ook vredig mag blijven, maar ook dat de mensen daar ook hun rechten mogen hebben. En in het bijzonder denken we aan de vrouwen en de meisjes daar. En we bidden voor het Midden-Oosten. Daar waar ook nog steeds oorlog is en geweld en onrust. En Palestina en Israël dragen we op aan u. Heer, zoveel landen waar onrecht is of onderdrukking, waar geen vrede is, Heer. Maar ook armoede. Heer, we voelen ons soms ook zo onmachtig. Maar wilt u ons ook helpen met datgene wat we zelf kunnen doen en mogen doen? Wilt u ons leiden met uw Heilige Geest? En Heer, zo bidden we in een stil persoonlijk gebed dat wat ons zelf het meeste bezighoudt. En zo bidden we samen het gebed wat u onszelf hebt geleerd. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, als ook op aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. We zingen ons slotlied, lied 834, Vernieuw gij mij, o eeuwig licht. Dan mogen we gaan met de zegen van onze Heer Jezus Christus. Mogen wij voor elkaar een zegen zijn bij alles wat ons te doen staat. Alles wat we beleven mogen, alles wat ons overkomt. Mogen wij voor elkaar een zegen zijn in het leven dat we samen delen. Zo kwetsbaar als het is. Mogen wij vandaag voor elkaar een zegen zijn in ons verschillen. En ons gelijken. Dan zal God ons zegenen in zijn naam, Vader, Zoon en Heilige Geest. Amen, amen, amen. Gij kent onze namen. Wees nabij als troost en licht. De weg die voor ons ligt. Een hele fijne zondag toegewenst. Dank u wel.